In het onderwijs gaat het over meedelen van wereld. Dat is waarover het gaat, volgens mij. Niet over leren, maar over het ontsluiten of het mee, letterlijk het meedelen van wereld. Men zei, ja maar, de oude pedagogiek is natuurlijk fout, want de oude pedagogiek concentreert zich op de leerkracht, concentreert zich op de... ja, of op de prof of de docent, maar niet op het, en dus op het onderwijzen of het, het opvoeden in die betekenis van het woord en niet op datgene wat aan de kant van de student of van de leerling gebeurt. En dus we moeten ons niet concentreren op het moet niet docent gecentreerd zijn, maar student gecentreerd zijn of leerling gecentreerd zijn. En dus je krijgt een soort verschuiving naar het leren. En dat zien we vandaag nog altijd heel sterk, dat is nog veel sterker geworden eigenlijk. Je krijgt een soort concentratie op het leren en op het creëren van wat men vandaag noemt. Dus vandaag heeft men het niet meer over school, maar eigenlijk heeft men het over leeromgevingen en het creëren van leeromgevingen. En daar zit een geweldige verschuiving, denk ik, waar ik dus nu ondertussen van zeg, eigenlijk is dat het. Ja, dat is het einde van de school. Hè. Dat is het einde van de school in de betekenis van natuurlijk zijn er nog altijd hè, gebouwen die scholen noemen en zijn er nog altijd mensen die zeggen dat ze aan een school of op een school werken. Maar de verschuiving in de richting van die leeromgevingen, van het centraal stellen van het leren, ja, is denk ik een gegeven. Dat, hoe moet ik dat zeggen? Dat maakt dat in plaats van de wereld centraal te stellen, eigenlijk het individu centraal wordt gesteld. Het is eigenlijk de leerling die centraal wordt gesteld. En zijn of haar behoeften, noden, talenten, zoals vandaag. Want vandaag gaat het natuurlijk over talenten. Ieder zijn talenten die moeten ontwikkeld worden. Dus het zijn dat soort dingen die daardoor centraal zijn komen te staan. Terwijl het, denk ik, in de... Ja, pedagogisch gezien, of in de opvoeding, eigenlijk gaat over de wereld. Dat individu moet zich kunnen vormen aan die wereld, maar daarvoor moet die wereld centraal staan. Hè. Dus om het voorbeeld te nemen opnieuw van Le Fils, dat is een zeer goed voorbeeld, vind ik. Die man is niet geïnteresseerd in het welbevinden van die jongen. Hè. Dus die jongen waarmee hij daar te maken heeft, niet alleen... Nee, natuurlijk, het is ook omdat hij de moordenaar is van zijn zoon. Maar eigenlijk ziet je daar zeer goed dat die man als meester is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in het welbevinden van die jongen, maar in het omgaan met dat hout. Hè. Het is daarover dat dat gaat. Het is dat centraal staat. Hè. Dus het is daar dat er respect moet voor zijn of dat er aandacht moet voor zijn. En natuurlijk, daardoor kan die jongen zich aan dat hout vormen, maar hij richt zich niet rechtstreeks tot die jongen, hij houdt zich bezig met dat hout. En dus het centraal stellen van de zaak, hè, of van de wereld, zou het, in dit geval is het een soort uitsnijding uit de wereld, maar dus, dat is waarover het gaat. En dat is wat vandaag alsmaar weggaat. Hè. Dat leren betekent eigenlijk dat er geen gemeenschappelijke zaak meer is. Hè. Het is mijn behoefte, mijn talenten, de ieder zijne, hè, maar niet meer onze wereld. Hannah Arendt heeft dat, vind ik, werkelijk zeer, zeer mooi gezegd. Hè. Dus ze zegt van, in de opvoeding gaat het eigenlijk om twee dingen. Het gaat langs de ene kant om de bescherming van het kind tegen de wereld, in de zin van, opdat het kind zou kunnen groeien, moet er een zekere bescherming van het kind zijn, anders wordt het verpletterd onder de wereld. Maar omgekeerd is de andere kant van de opvoeding de bescherming van de wereld tegen het kind. Hè. De bescherming van de wereld tegen het kind betekent, ja, wij vinden bepaalde dingen belangrijk, bijvoorbeeld die man in de film, die staat voor een manier van hout bewerken, en opdat dat zou kunnen blijven bestaan, moet hij dat in zekere zin beschermen tegen nieuwe, zegt Hannah Arendt, tegen nieuwkomelingen, aankomers,
die daar helemaal niks willen mee te maken hebben, of dat helemaal willen veranderen, of daar iets anders willen doen. Dus er is het element van de pedagogische verantwoordelijkheid is niet alleen een verantwoordelijkheid in het belang van het kind, het is in het belang van de wereld, van dingen, van iets van die wereld. Dus het is nooit alleen in het belang van het kind, het is ook in het belang van het kind, maar het is in het belang van het kind via de wereld. Hè. Het gaat altijd ook over de wereld. En dat vind ik is er vandaag helemaal uit aan het gaan door die toespitsingen op talenten, individuele behoeften, leren, het leren. Hè. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen, waar gaat het in de pedagogiek over? In de pedagogiek gaat het over ontsluiten van wereld. Over het ontsluiten van wereld. Niet over leren, maar over het ontsluiten of het meedelen van wereld. Ik vind dat je werkelijk ongelooflijk goed kunt zien hoe in die film Le Fils wat vorming eigenlijk is. En vorming is, wat is vorming betekent eigenlijk zich beginnen een wereld te delen. Dat is waarover het met die vorming gaat. Wat je heel goed ziet in de film is hoe dat het hout begint voor die jongen iets begint te zeggen. Dat betekent eigenlijk dat dat hout begint deel uit te maken van die wereld, van die jongen. Dat wil zeggen, het wordt iets dat die jongen iets zegt. Dus dat hout krijgt betekenis. Maar precies doordat dat hout iets wordt, ik zou zeggen een ding wordt. En een ding is iets dat ons interesseert. Dus deel wordt van onze wereld. Precies daardoor vormt die jongen zichzelf. Dus die jongen vormt zichzelf tegelijkertijd, of op hetzelfde moment, dat er iets ontstaat. Het is omdat het hout meer gaat zijn dan alleen maar zomaar hout, maar iets meer wordt, dus echt een ding wordt, dat die jongen zich aan dat hout kan vormen. Dus dat gebeurt eigenlijk tegelijkertijd. Het interessante aan de film is dat hij in hout geïnteresseerd raakt. Hij is niet in hout geïnteresseerd, hij raakt daarin geïnteresseerd door wat die man daarmee doet. Dat is precies het punt. Dus hij is niet... Er is daar niet eerst een soort diagnose van een talent, of hij heeft ook niet bekendgemaakt dat hij... dat hij dat wil doen. Hij komt in dat centrum aan en hij komt in contact met iemand en geraakt gefascineerd door de manier. En dus je moet ook, allez, in die film, in dat opzicht is het werkelijk een ongelooflijke film. Dus er wordt ook heel goed getoond hoe dat die Olivier meester is, in zekere zin, ondanks zichzelf. Hè? Ondanks zichzelf. Want hij is allesbehalve vriendelijk tegen die gast. Het is niet dat hij daar nu geweldig eieren onder legt, of wat dan ook. Integendeel. Maar dat doubt is voor die man zo belangrijk, dat het bijna het is sterker dan hem. Het is letterlijk sterker dan hemzelf. Het is dat hout dat hem doet leven, en waardoor hij ook leven kan geven aan die anderen. Kan. Maar het is doordat die jongen daarmee in aanraking komt, dat dat kan gebeuren. De meester heeft waarschijnlijk twee dingen lief, hè? En de wereld en het kind. Maar ik denk de wereld iets meer dan het kind. Ik denk het voorbeeld is opnieuw Le Fils. Die man, het hout is voor die man iets belangrijker dan die jongen. Je wilt eigenlijk dat datgene wat jij zo graag ziet, of waar hij zo graag mee wil, dat ook verder kan bestaan, dat het ook verder behouden blijft op een bepaalde manier. Maar dat kan natuurlijk maar verder behouden blijven als je het doorgeeft. Hè. Want anders sterft het met u. De manier waarop hij omgaat met dat hout, als hij dat niet doorgeeft, dan is het met hem gedaan. Hè. Dus het moet, dus, en waarom is die manier waarop hij met dat hout omgaat van belang? Omdat dat recht doet aan dat hout. Hè. Als jij die nagel daar anders inslaat, dan doe je dat hout pijn. Hè? In zijn ervaring, denk ik, dan doet je dat hout pijn. Je doet onrecht aan dat hout. Dat kun je niet maken. Allee, dat mag je niet doen. Dat is gelijk als iemand die een wijnliefhebber, die daar ziet dat iemand ja, een hele goede wijn, ik weet niet wat, giet in een om te, gebruikt om te marineren. Enfin, ik zeg nu maar iets, hè, maar dat doet pijn. Hè? Je hebt daar
pijn aan. En dat is een element, denk ik. Maar het verschil tussen een leerkracht, denk ik, en dan nog iemand die in een soort louter meester-gezel situatie zit, is dat hij het tegelijkertijd bereid is om het vrij te geven. Hè. Hij moet het ook willen doorgeven, betekent, je moet het ook lossen. Hè. Je moet ook accepteren dat het kan veranderen. Hè. Anders, als je het alleen maar wilt behouden, en dus vrijgeven betekent ook, ik geef het en je kunt er dus ook iets anders mee doen, denk ik. Dus en dat is de liefde voor het kind, denk ik. Het kind, allez, of het liefde voor de leerling, of voor de, dat is dat je ook de kans biedt aan die anderen om er misschien iets anders mee te doen. Dus dat je eigenlijk bereid bent, dat je eigenlijk je dood aanvaardt. Eigenlijk is dat is eigenlijk accepteren dat je sterfelijk bent. Dat jij niet moet bepalen wat het vervolg gaat zijn. Dat je accepteert dat je niet over je dood heen wilt bepalen wat de andere moet doen of wil doen. In het onderwijs gaat het over meedelen van wereld. Dat is waarover het gaat, volgens mij. Meedelen betekent ook in zekere zin vrijgeven. Hè? Of je zou kunnen zeggen, publiek maken ervan. Je geeft het vrij. Hè? Dus onderwijs, denk ik, is een essentiële activiteit van vrijgeven. Van geven. Maar je kunt dat maar geven doordat je het tegelijkertijd tot op zekere hoogte conserveert. Hè?